Want hoe hoort hij dan te zeggen? Hij zegt dan de hele tijd... Maar hij zegt normaal toch iets anders? Ja, dat is de eject-knop die je indrukt als je dat zegt. Hou je vast voor de spetterende finale van Ranking the Helpdesk. In deze laatste aflevering gaan we weer een gameshop bellen met moeilijke, irritante vragen over videogames. En in dit geval over de PlayStation 4 en misschien wel de PlayStation 5. Ja, voor elke minuut dat ze aan de lijn hangen krijgen ze een punt. Voor elk goed beantwoorde vraag krijgen ze ook een punt. Voor het verboden woord, wat wij niet mogen zeggen, maar zij wel, krijgen zij 10 punten. En dat is deze keer... Early Gamer. Early Gamer. Onze vaste reguler. Daarnaast krijgen ze ook nog bonuspunten voor gewoon goed humeur of vriendelijkheid of gewoon supergoede kennis. En mochten ze het niet zo goed doen en ons in de wacht zetten, daar houden wij niet van, -3 punten. Mochten ze ons zelfs ophangen, -5 punten. Het is keihard in Ranking the Helpdesk. En zo gaan we voor de laatste aflevering bellen met... Player 2 in Uden. Hoe heet ik? Sjoerd? Ja. Goedemiddag, mijn Koen van Player 2 Games. Hallo, je spreekt met Sjoerd. Hoi. Hey, ik had een vraagje, want ik krijg mijn PlayStation niet meer aan. Oké. Okay. Hij zegt de hele tijd piep, 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 piep. Oh, en is het een 3 of een 4? Nee, het is geen Wii, het is een PlayStation. Nee, een 3 of een 4? Een 4. Een 4. Want hoe hoort hij dan te zeggen? Hij zegt dan de hele tijd... Maar hij zegt normaal toch iets anders? Ja, dat is de eject-knop die je indrukt als je dat zegt. Oh. Maar ik krijg... Wat moet hij wel zeggen dan? Je hebt 2 knoppen. Ja. Op de onderste helft van de PlayStation, op de bovenste helft van de PlayStation. Ja. Over de titel, en onder de helft is de eject-knop en de bovenste helft is de aanknop. Oh, oh. Ja, die knopjes zijn ook zo klein, hè? Sowieso, ik word echt helemaal gek van die wachttijden de hele tijd. Heb jij er tips voor dat sneller gaat? Nee, dat is de PlayStation 4. Oh my god, oh my god! Maar hoeveel kost die PlayStation 5 dan? Dat weten we nog niet, die komt pas eind van het jaar uit. Oh, die is nog niet uit. Maar wanneer ongeveer, weet je dat? In december, de eerste week van december. En wat weet je er dan over? Helemaal niks, alleen dat er een nieuw soort type harde schijf in zit. En dat is een flashgeheugen, dus niet meer zoals nu. Dus de laadtijden en de kopieertijden worden dan 10 keer zo snel. Oh, perfect. Ja, ja, want ik had dus laatst, want die Ori, de nieuwe game, die komt uit. En ja. Ik wilde dus die eerste spelen, maar hij herkent gewoon het hele schijfje niet meer. Maar je probeert toch niet op je PlayStation te spelen, hè? Ja. Dat is een Xbox-spel, hè? Exclusive. Serieus? Ja, Ori is een Xbox Exclusive. Exclusive. Dus Ori 2 kan ik daar ook niet op spelen? Nee, Ori 2 komt alleen maar naar de Xbox weer. Exclusive. Of de PC. Maar ik heb het idee dat ik beter op de personal computer kan. Ja, dat is een feit. Als je daar zeg maar wat handiger in thuis bent, dan is een computer een slimmere keus. Maar hou er wel rekening mee dat een computer koop je niet voor de prijs waarvoor je een PlayStation koopt. Nou, ik had dus van het weekend... op Marktplaats gekeken, maar er zijn best wel goedkope computers te vinden. Ja, maar dat zou ik niet doen. Oh. Verkopen jullie ook computers? Nee. Helemaal niet? Nee, alleen spelcomputers. Oh. Wat is eigenlijk Master Race? Ik hoor dat de hele tijd van mijn broertje. Hij zit de hele tijd op die website, Power Unlimited. Oh, daar kijk ik niet op, sorry. Dat is, dat is niet iets voor ons, denk ik. Wat? Pardon? Dus je kent Early Gamer ook niet? Nee, ken ik ook niet. Jammer zeg. Oké, kan ik dan wel mijn PlayStation 4 games op mijn PlayStation 5 spelen? Weet je dat? Je hebt geruchten gaan dat het wel zo is, maar het is nog niet officieel bevestigd. En krijgen jullie hem eigenlijk altijd ook even eerder om al een beetje te kijken of het allemaal zo doet? Nee.
Dat gaat naar de pers en naar reviewers en YouTubers, niet naar winkels. What's up guys, it's Mega Unbox Boy 44 here. Wij krijgen een kop koffie van Sony en we kunnen hem daar komen spelen. Koffie en gebak, doe maar. Ik dacht dat dat juist het mooie was van jouw baan. Dan kan je gewoon dingen van tevoren spelen. Met spelletjes soms wel, maar ook niet altijd hoor. Wow. Hey Koen. Ja. Hartstikke bedankt. En gefeliciteerd. Want je hebt het gered. Je hebt het met ons uitgehouden. Ja, best wel lang ook. Je zit in Ranking the Helpdesk van Power Unlimited, de site die je niet kent. Dat ken ik wel hoor. Ah, ik was al bang. Hey, je deed het fantastisch. Heb je het een beetje druk daar vandaag, of niet? Het is februari, 3 dagen voor carnaval. Er is niks te doen. Ik denk al, wat zit hij op de praatstoel. Koen, je hebt 24 punten gehaald. Dat wil zeggen dat je gedeeld derde staat met Gameshop Twente in onze ranking de helpdesk. Van harte gefeliciteerd. Graag gedaan. En bedankt voor je tijd. Koen van Player 2 Game Store in Uden. Ja. En hij deed het hartstikke goed. Hij heeft eigenlijk alle vragen beantwoord. Hij is super geduldig gebleven. Hij bleef aan de lijn. Dus dat is de maximale 20 punten daarvoor. Ja. Hij heeft bonuspunten gekregen. Maar liefst 4 stuks. Bam, bam, bam. Vanwege zijn goede humeur en is ook nog wel een beetje zijn kennis van zaken. Zo, zeker. Het enige jammer is, hij heeft het verboden woord niet geraden. En dat wil dus zeggen dat hij 10 punten misloopt. En dat brengt ons naar de volgende stand. Onderaan bungelt Nienke van All Your Games met 12 punten. En op gedeelde nummer 3, Gameshop Twente, Matteo, 24 punten. En Koen van Player 2 Gameshop. Ook met 24 punten. En dan op gedeelde nummer 2 is Coolblue Noah en Netgame Achman. En er kan er maar 1 de winnaar zijn. En daarom zijn we hier vandaag in Dordrecht. Want Dennis heeft gewonnen en die werkt hier bij Game Mania. 34 punten maar liefst heeft hij gescoord. En dat is de enige echte Dennis. Van harte gefeliciteerd man. Je bent de winnaar van Ranking de Helpdesk. Hoe voelt dat nou? Ja, voelt goed. Voelt goed. Ja, vanavond even een feestje inplannen. Al die vrienden bellen. Straks even langs de Gallengal champagnefles halen inderdaad. Oeh, lekker, 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 lekker. En dit is het waar het op gebeurt. Dit is jouw telefoon. Nou, we hebben hem al beloofd. Gouden telefoon krijgt hij. En dat gaan we nu doen. Yeah! Wow. Kijk jongen, ik heb het voor je geregeld. Van harte gefeliciteerd. Je bent de winnaar van Ranking the Helpdesk. Op naar het volgende seizoen. Wauw, wat een actie. Gouden telefoon. Goud.